vergelijkingen oplossen. Het zijn hele kleine vergelijkingjes nog hoor, dus het valt mee. En we beginnen bij opgave 4 met 2 nog x is 3. Opgave 4, 2 log x is 3. De antwoord was toch tegen de macht? Jij hebt een idee, vertel maar. Het antwoord dat uit die log kwam was toch de macht van het grondgebouw? Dit? Wat zei ik nou dat hij? Je macht is je antwoord. Ja. Ja, dus eigenlijk is dit de weg terug. Dit was de macht. Is iedereen het hiermee eens dat het rechter stukje die 3 is? Ja, want je macht was je antwoord. En dit is de weg terug. Dus met andere woorden, wanneer is links gelijk aan rechts? Dat is als die gelijk is als die. Oftewel, x 2 tot de macht 3 is 8. Kom je op 2 tot de macht 3? Je macht is altijd je antwoord. Ja. Dus ik heb hier mijn antwoord als macht geschreven. Dus de weg terug. Ja. Dit getal moet hetzelfde zijn als dat getal, maar anders gaat het niet, om het even zo te zeggen. Ja? Dit was A. Hoeveel aan die 8? 2 tot de macht 3 uitgerekend. 2 keer 2 keer 2. Opgave B. 3 log x is min 2. 3 log x is min 2. Ik ga gewoon weer hetzelfde beginnen als net bij A. Moet je meeschrijven? Nee, deze niet hoor. Mag wel, hoeft niet. 3 log x is, hoe schrijf ik die min 2? Eén negende. Wachten. Je macht is je antwoord. Ja, heeft iedereen die? Oftewel x is, nou ik werd al geroepen, 3 tot de macht min 2 is 1 negende. He, 1 gedeeld door, 3 kwadraat. Gaan we naar de laatste. En dat is 5 log x is een half. 5 log x is een half. Hoe ga ik dit opschrijven? 5 log x is die. 5 tot de macht. 5 log. 5 tot de macht een half. Let op, wat achter de logaritme staan moet altijd tussen haakjes. We hebben het net niet gezegd, hè? Dit moet altijd tussen de haakjes. Oftewel, x is wortel 5. Heel goed. Gezien? Oké. Okay. Hebben we natuurlijk wat voorbeelden van die wat moeilijker zijn, want dit was opgave 4. Staat nog even wat in het rood? Is dat belangrijk? Nee, dat heb ik al gezegd, zie ik. Logaritmische vergelijkingen. Nou, het voorbeeld. Die moet je wel meeschrijven. Dus deze moet je meeschrijven. Voorbeeld 1. Los op. 2. Log. 2x min 1 is 3. Ja, dit is een gelijk met 2x min 1, hè? Nou, ik begin maar hetzelfde als net. Dit schrijf ik over, deed ik net ook. En die 3 ga ik schrijven als een 2 log. Nog iets. Nou, dat wordt 2 log. Wat wordt die 3? 2 tot de macht 3. Ja? Heeft iedereen deze? Wanneer is links gelijk aan rechts? Als dat gelijk is aan dat, ja. 2x min 1 is gelijk aan 8 in dit geval. 2 tot de macht 3 is 8. Ja, en dan is het een simpele vergelijking, hè? Want dan is het 2x is 9, x is 4,5. Volgens mij viel het wel mee, hè? Gaan we naar voorbeeld 2. Voorbeeld nummer 2. Oh, er staat nog meer. Daar staat 1 plus 2 maal 5 log. En dan ben ik nog kwijt, is 7. Ik moet nog een x achter. Is 7. Oké. En nu? 1.
één naar de andere kant brengen. Aan beide kanten één ervan afhalen. 2 maal 5 log x is 7 min 1, dat is 6. Delen door 2, ik denk mensen snel. 5 log x, 6 gedeeld door 2, dat is 3. Ja, en toen? 5 log x is gelijk aan 5 log 50 te euro. Ja, 5 log 5 tot de macht 3. Oftewel x is en 5 tot de macht 3. 125. En het is weer gelukt. Ja? Valt het mee tot nu toe? Ja, hè? Het is anders dan wat we gewend zijn. Dan wil ik dus niet voor morgen, maar voor donderdag, hè, want morgen ben ik er niet, dat je opgave 3 nog afmaakt. Opgave 5 en 6. En we hebben nog iets minder dan een kwartier. Dus ik denk eigenlijk dat als je een beetje doorwerkt, dat je het wel af hebt.